Al 2 jaar werken de stad Mechelen en Ruurland VZW samen aan het Europese Interreg-project Pure Hubs. Binnen het project worden er knooppunten ontwikkeld tussen de kern van de stad Mechelen en het platteland, zoals het Roppe Leest, Heffen en Hombeek. We staan hier in het ontmoetingscentrum De Kettingen. Een jaar geleden zijn we geopend. Hadden we hier een mooie witte zaal en nu wouden we daar iets aan veranderen. En wat we juist veranderd hebben, dan laat ik graag aan de schepen over om jullie dat een beetje te duiden. Ja. Nu, misschien eerst toch nog eens even verduidelijken. De stad Mechelen en de VZW Rurand, die hebben eigenlijk van binnen een beroep kunnen doen op subsidies van Europa in het kader van het project Pure Hubs. En een van de doelstellingen van Pure Hubs is eigenlijk het platteland dichter bij de stadsmensen te brengen en omgekeerd. Nu, de Kettingen hier is eigenlijk het knooppunt, zal ik zeggen, van het Hombeeks plateau en is eigenlijk een van de hefbomen om de Mechelse stadsmussen kennis te laten maken met het Hombeeks plateau. Schepen Kathleen de Rover, we staan hier in Heffen. Er zijn hier heel wat kunstwerken dat de mensen kunnen bekijken. Inderdaad, we zijn vandaag verzameld in het ontmoetingscentrum De Kettingen in Heffen. En vandaag laten wij eigenlijk de Mechelaar kennis maken met de kunstengang ontworpen door Gijs van Hee, stadsartiest van Mechelen. Nu, wat is de bedoeling van die kunstengang? Dat is eigenlijk om de stadsmus Mechelaar beter kennis te laten maken met wat het Hombeeks plateau te bieden heeft. Zowel wat de dorpen Heffen, Hombeek en Leest te bieden hebben, als wat de landbouwers eigenlijk op dat Hombeeks plateau te bieden hebben.